Universiteit van Nederland. Psst. Heb jij ook zoveel moeite met leren? Of snap je gewoon echt niet wat er in schoolboeken staat? Wat staat er nou eigenlijk? Trek dan nu de Universiteit van Nederland sokken aan en je voelt je meteen slimmer. Eureka! Reclames. We weten dat ze ons wat willen verkopen, maar toch trappen we er massaal in. Na die sokkenreclame wil je die sokken sowieso hebben, toch? Het werkt denk ik als je het soort van 25 minuten achter elkaar in verschillende vormen uitzendt, zeg maar. Op een bepaald moment zijn mensen zo murf dat ze op een bepaald moment denken, ja, dat moet toch bijna wel iets zijn als ze er zoveel aandacht aan besteden. In deze aflevering maakt de Universiteit van Nederland de ultieme reclame. Daarvoor leren we allerlei trucs van reclamekenner Ivar Vermeulen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zelf is hij ook niet ongevoelig voor reclames. Het werkt op mij net zo goed als voor andere mensen. Het komt een beetje, je kan weten dat men het doet, maar ondertussen heb je nog steeds dezelfde gevoelens en ben je nog steeds op dezelfde manier te raken. We maken niet zomaar een reclame. We spelen in op het piekmoment van het jaar, kerst. Nou, kerst is het feest waar voor de meeste Nederlanders toch samenkomt. Dat je dan met familie samen zit en meerdere generaties bij elkaar. Je hebt gezellige avonden. Dat zijn een heleboel sentimenten bij elkaar. En daar kan je natuurlijk goed op inspelen als reclamemaker. Niet voor niets zetten reclamemakers massaal in op deze periode. Daar past een reclame voor de Universiteit van Nederland prima tussen. Stap 1. We moeten bepalen welk doel we hebben met deze reclame. Ja, hoe doen anderen dat eigenlijk? Uiteindelijk het doel is natuurlijk om meer te verkopen. Soms via een ander doel. Dat is namelijk om hun merk of de uitstraling van het product beter voor het voetlicht te krijgen. Omdat je heel vaak op het moment dat je reclame ziet niet echt in de gelegenheid bent om een product meteen te gaan kopen. Dus het is wel goed als er iets in je hoofd komt te zitten over zo'n merk. Check. We planten een zaadje zodat je vast wat meer weet over ons. We proberen wat uit. Sokken van de Universiteit van Nederland. Beste katoen, super stylish en ze maken je slimmer. Wetenschappelijk bewezen. Een beetje de infomercial benadering heb ik het idee dat jullie hanteren. Het kan werken op het moment dat iemand voor de tv zit eigenlijk niks beters te doen heeft. In principe zijn we niet gemotiveerd om aan reclamemakers onze aandacht te geven. Dus we haken eigenlijk cognitief vrijwel meteen een heel klein beetje af. Dan kan je wel heel veel argumenten opnoemen, maar mensen denken er niet over na. En dus gaat het eigenlijk helemaal langs heen. En daar is zelfs een theorie over dit soort principes. Dat heet dan dual processing. Je kan centraal verwerken, dus wel goed argumenten verwerken. Of perifeer verwerken, eigenlijk niet goed argumenten verwerken. En reclame is een typische soort van boodschap die vaak perifeer worden verwerkt. Mensen zijn niet gemotiveerd om die boodschap heel erg te verwerken. Reclamemakers proberen daarom op een andere manier jouw aandacht te trekken. Om je toch te overtuigen. Eigenlijk alles waar we ons prettig bij voelen. Denk aan lekker eten, schattige hondjes of baby's of kinderen of families die aan tafel zitten. Een feestje, koffie. Ja, muziek hoort daar bijvoorbeeld ook bij. Kleurgebruik, filters, bekende Nederlanders kan ook. Noem het maar op. Eigenlijk alle elementen die we uit reclame kennen zijn eigenlijk perifere cues ongeveer. Voor de ultieme Universiteit van Nederland reclame hebben we dus perifere elementen nodig. Nou, wij gaan voor een catchy muziekje en een hond om jouw aandacht te trekken. Als die aandacht er eenmaal is, dan is de volgende stap inspelen op jouw gevoel. Specifiek op geluksgevoelens. En die kun je opdelen in twee groepen. Dat komt eigenlijk al vanuit de oude Grieken, zeg maar. Dat je dan eudemonische en hedonistische geluksgevoelens hebt. En nou, hedonistisch is het feestje, snel genot, materialisme, dat soort zaken. Versus wat diepere geluksgevoelens, die noem je dan eudemonisch. Waar het veel meer gaat over familie, zorgen, misschien de stad of een community. Als mensen, iedereen kent elkaar en buren. Dus dat zijn de diepere geluksgevoelens. We zoomen eerst even in op die hedonistische geluksgevoelens. Snel genot, luxe auto's, een feestje. Muziek. Deze is voor iedereen die zelf bepaalt hoe het moet. Wat ook hedonistische geluksgevoelens op kan roepen, is humor. Mayday, mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you... Okay, over. We are sinking. We are sinking. Hello? This is the German Coast Guard. We are sinking. We're sinking. What are you thinking about?
Dit was een Duitse reclame die adverteert om je Engels te verbeteren. Met goede reden voor deze persoon. Het is een goed voorbeeld. Dus dit is een grap in een reclame die wordt gebruikt om het product zo duidelijk te maken waarom je het nodig zou kunnen hebben. Dus dat soort van theoretisch gezien de perfecte humorreclame. Want dan is de clue van de grap is de reclame. Goede grap werkt. Het liefst met een duidelijke link naar het merk. Maar soms slaan reclamemakers de plank echt helemaal mis. Het komt niet vaak voor, want reclamemakers weten dit wel. Maar twijfel zaaien is wel echt heel erg. En het was ooit een reclame voor kalfsvlees. De interviewer kwam je op straat tegen. Wat denkt u van kalfsvlees? En toen zei degene die geïnterviewd werd, kalfsvlees, daar was toch iets mee? Ik denk dat het allerslechtste is wat je kan doen. Dus mensen hadden geen twijfel bij kalfsvlees, maar nu hebben ze het wel. Dat is precies wat je niet wil doen als merk. Geven van heel veel productinformatie op het moment dat mensen er niet op zitten te wachten is ook geen goed idee. Andere mislukte reclame is waar je in de tijdgeest probeert te komen en dan de plank helemaal mislaat. Een heel bekend voorbeeld is ook een Pepsi-reclame waarin een van de Kardashian-familieleden, ik weet niet meer wie, die ziet mensen heel fijn buiten demonstreren en denkt, ik ga ook mee demonstreren. Terwijl op dat moment er best wel heel veel dingen in Amerika aan de hand waren met Black Lives Matter en toen Occupy Wall Street. En dat werkt dus extreem tegen dat merk, dat ze gewoon echt niet hadden begrepen dat dit serieus was. Die mensen gingen niet de straat op om er goed uit te zien en om Pepsi te drinken, maar om dat ze echt serieus problemen zagen, zeg maar. En als je zo de plank mislaat, dat is wel best erg. Oké, dat moeten we dus niet doen. Door naar het volgende belangrijke element van reclame. Muziek. Ik hou van lekker fris, ik hou van lekker anders. Ik hou van lekker anders, lekker fris. Ik hou van bruin, ik hou van wit. Ik hou van rood, maar fris op wit. Dus wat ik steeds op tafel zet, is lekker een frisse sandwich. Heinz Sandwich Spread. Lekker fris, lekker anders. Super oldschool reclame is dit, hè? Dit hele liedje kan ik zo zingen. En dat heb ik een miljoen keer gehoord. En als ik Sandwich Spread in de winkel zie staan, dan schiet dat liedje me in mijn hoofd. Voor de rest is het soort van jonge mensen die heel actief zijn. En ook super cringy was het toen al. Maar dat muziekje, dat doen ze tegenwoordig wat minder. Maar er zijn er wel een paar over. Dat zijn natuurlijk wel hele leuke haakjes waar mensen gewoon hun hele leven mee rond blijven lopen. Even kijken of je deze ook herkent. Ik was eigenlijk nog niet echt een kerstfilm, maar ben het nu wel. En dat is eigenlijk in één keer gelukt. Deze klassieker was van Coca-Cola. Had je misschien al lang door? Het is een soort aankondiging van kerstmis. Het heeft niets met elkaar te maken, Coca-Cola en kerst, voor mijn gevoel. Maar kennelijk is het toch heel goed gelukt. Het is wel zo dat, in ieder geval in Amerika, is Coca-Cola heel erg ook het idee dat het een familiegeoriënteerd merk is. En dat maak je hier wel heel goed mee duidelijk, dat het voor families is. En nou ja, ze komen aanrijden en de wereld verandert en het is in één keer kerst. En je krijgt er letterlijk een soort van warme gevoelens bij. Of je nou wil of niet. Familie en warme gevoelens? Dat zijn die eudaimonische geluksgevoelens waar Ivar het eerder al over had. De diepe positieve gevoelens, dat je met supermarktproducten een hele buurt samen kan krijgen en dat iedereen dan op een bepaald moment aan tafel zit, mag best nog een leuke grap tussendoor. Maar het idee dat daar dan echt gezelligheid is en dat mensen om elkaar geven en zo. Als je dat goed kan uitbeelden, dan raak je wel een snaar bij mensen. En dan denken ze, denk ik, dit merk begrijpt wat ik belangrijk vind. Typisch de reclames die je veel ziet, ja, met kerst. Want met kerst liggen de warme gevoelens voor het oprapen. Er is nog een reden waarom kerst prijsschieten is voor bedrijven. Je zou kunnen zeggen, bij kerst komt alles samen. En dat is heel praktisch. Mensen hebben een 13 maand. Er zijn wat feesten waar cadeaus moeten worden gegeven. Dus er wordt sowieso meer uitgegeven. Kerstdiners, dus alle redenen om veel geld uit te geven. En daar komt dan bij dat het familieleven zeg maar een grote rol speelt. En overpeinzingen misschien ook wel van een jaar achter ons, nieuwjaar voor ons. Dus mensen zijn best wel gevoelig voor die wat diepere laag, zeg maar. En daar kan je dan als reclamemaker heel erg uitpakken. Want je kan heel goed laten zien hoe jouw merk bijdraagt aan precies dat kerstgevoel. En budgetten zijn ook groter, hè, dan omdat er meer omzet is. Dus je kan ook echt uitpakken dan. Een kerstreclame kost al gauw tonnen. En dan hebben we het over Nederland. Coca-Cola kan zelfs miljoenen uitgeven. Ons budget? Ja, dat is er niet. Maar we doen het met wat we hebben. Kerstversieringen, kantoorhond Willy om de aandacht te trekken. Ivar, heb je nog wat laatste tips? Op een manier heb ik stereotypisch nu iets voor me met kerstmutsen en champagne en rond een kerstboom. En dat denk ik dat het er wel bij hoort.
Maar als je echt iets van wil maken, dan moet je toch proberen iets diepers te raken. Dus dan moet je over nadenken van wat is jullie bijdrage aan het echte leven van mensen. Wij hopen dat we jou weer iets hebben kunnen leren. En dat doen we niet alleen, daar hebben we een heel team voor. En zien of we daar wat mee kunnen. We trommelen de drie wijzen van de redactie op, maken de kerstversiering in orde. En dan is hier de Universiteit van Nederland kerstreclame. Op eerste kerstdag is het overal feest, maar niet bij de Universiteit van Nederland. Daar is het stil, doodstil. Iedereen is hard bezig. Wat is dat? Kantoor rond Willy piept bij de kerstboom. Wil je kerst vieren, Willy? Langzaam gaat de eerste bal de boom in. Dat valt op. Daar komt de volgende redacteur. En nog één. En nog één. Langzaam komt iedereen achter hun bureau vandaan. We hangen de boom vol. Met planeten en dino's en piramides. Met wetenschappelijke precisie. Zo bereiken we samen onze kennispiek. Zodat we nog meer kunnen leren. En samen nog meer kunnen ontdekken. Want samen is slimmer. De Universiteit van Nederland wenst je fijne feestdagen. En ga met een Big Bang het nieuwe jaar in.